Danny, jij bent de grote baas hier van het bedrijf, hè? Danny Smit, toch? Ja, ze zeggen het. Ja. Hey, maar heb ik je lang niet meer gezien, maar vroeger zag ik jou altijd. En jij was in de Braxstraat, ja, dan was je ook al het gezicht. Maar hoe lang heb jij dit bedrijf eigenlijk 25 al? 25 jaar, bijna 26. En hoe oud ben je zelf? 51. Ja, nou dan doe je het eigenlijk al je hele werkzame leven zo'n beetje. Ik ben begonnen bij de Pachter Interieur. Oké, okay. Daar zijn ook heel veel mensen in de meubelhoek. Hey, maar de Smit Interieurbouw, kan je even heel kort samenvatten wat jullie doen? Want jullie gaan echt van de horeca in richting het tot... Ja, het is eigenlijk voornamelijk, laten we zeggen, zakelijke markt. Dat is 80% van de markt. We doen nog wel veel particulier, alleen dat is vaak wat kleiner van omvang natuurlijk. Ja. En uiteindelijk, of het nou een boekenkast is, of een tafel, of een heel interieur voor de horeca of een winkel. En hoeveel mensen werken er bij Smit? Bij elkaar 9. Oké, dat is toch een flink team. Ja. Ik zie de wagentjes ook regelmatig. Niet allemaal fulltime. Okay. Onze zoon die is net per november in de zaak gekomen. Dus een hele andere dynamiek. Wilt hij het overnemen uiteindelijk? Ja, wie weet. Ja, dat weet je niet. Nee, dat weet je nooit zeker. Maar dat is wel hij mooi. Hij is dat pas 17. Dus ja, okay. Dat, en is hij een beetje handig in zijn vak? Een beetje handig, ja. Ja, heel handig. En jij bent niet de man van het kantoor. En daar heb je natuurlijk ook mensen. Je vrouw zit ook in het bedrijf. Ja, voor ongeveer 50% zit hij daar van de tijd. Die heeft nog een ander bedrijf. Ja. Martine en Job die doen eigenlijk het ontwerpen en het regelen en het... Jij bent maar het liefst hier bezig. Je was er net in deze hoek bezig. Wat ben jij nu aan het doen bijvoorbeeld vandaag? Ja, het fantastische sloopwerk. Oude strandhuisjes slopen. Dus, oude strandhuisjes, ja? Ja, heb ik 4 jaar voor op school gezeten. Maar uiteindelijk kan je met dat product hele leuke dingen maken. Ja, want hoe is dat dan? Die koop je dan op of zo? Ja, we krijgen ze, verkopen ze, ja. En dat doe je dan omdat het hout interessant is voor... Ja. Ik zie gewoon hier troep oude latjes, ja. Ja, dus per saldo is dit hartstikke leuk materiaal geworden. Dat zag er net zo lelijk uit. En we maken Maar hoe is het dan zo geworden? Want heb je dan gewoon geschuurd en... Ja, schoonzagen en netjes schuren. En dan maken we dit ervan, cabines. Ah, kijk, nu begint het duidelijk te worden voor me. En die cabines, wat zijn dat dan weer? Dat worden een soort loungehokken voor Bos en Duin in Oost-Capelle. Hotel? Ja. Dus, die komen in de lobby te staan als een soort overloop voor het ontbijt. Dus zit je in een klein huisje straks te ontbijten. Dus, maar ik vind het eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Dus jullie halen strandhuisjes weg in Donderdag. Bewerken en verwerken het hier. En vervolgens komen ze in Middelburg en ze komen in Oost-Capelle terug als lounge. Ja. Hokjes in het precies. Hotel. Ja. Dat verzin je toch niet? Nee, mooi hè. Maar Martine en Job, ik kom ook even bij jullie, al was het maar omdat er hier niet zoveel lawaai is. Dag Job, jou ken ik nog niet zo goed geloof ik. Maar ik hoorde net al van de baas dat jij wat meer van het ontwerp bent en laten we zeggen deze kant. En we zijn nu op het kantoor van het bedrijf. Maar hoe lang werk jij hier al? Wat doe jij hier? Nu een jaartje ongeveer. Oh, dat is vrij kort. Ja, dat is vrij kort. Ik ben vers, hè. Ja. En blijf ik al technisch tegenwerken een beetje en werkvoorbereiding. En ben jij ook ontwerper van opleiding of zo? Of leer je dit gaandeweg? Als opleiding heb ik productontwerpen gedaan. Dus oké. Dat is iets anders, maar ontwerpen is het werk. Dus, ja, en kan je een beetje je creatieve ei kwijt in dit bedrijf? Want ik zag net op de werkvloer wel, want het gaat van een gerecycled strandhuisje dat een loungehok wordt tot een kast voor een horecabedrijf. Ja, dat is juist leuk, al die diversiteit. Dat is een beetje spannend, hè? Heb je al iets bij de hand gehad dat je dacht van nou, hier moet ik eens even een paar weken langer voor zitten voordat ik het goed heb? Ja, ik vind van die hele grote projecten, dan moet ik echt even denken van waar moet ik beginnen. Dus
meestal doen we dat samen of like Martino. Samen met deze dame. Ja, nou, en Martino, jou ken ik al langer natuurlijk. Ja. En jij hebt me ook uitgenodigd hier, dus ja. Dat is altijd makkelijk als je elkaar wat beter kent. Of beter, zo goed kennen we elkaar ook weer niet. Nee, uit de stad. Ja, de bare merken. Maar vroeger, want ik dacht er net even dat jij ooit je eigen winkel had, maar je zat ooit wel in een winkeltje in de Gravenstraat. Ja, bij Stylish. Ja. Maar jij hebt ook net als je baas zelf ook bij de Pachter gewerkt voor. Nee, bij Gerard van der Gruijten. Oh, bij Gerard van der Gruijten, sorry. Ja. Die komen natuurlijk weer van de Pachter af. Hè? Ja, het is ook één wereld van van bekenden. Van 10, 11 jaar ook gewerkt. En hoe lang ben je hier nu in dienst? Ook 11, ja. Dus een beetje dat is toch al, maar daar ben je wel een van de senior medewerkers. Ja, dat klopt. Maar jij doet dus ook ontwerp, want ik zie hier, mag ik op je scherm kijken? Ja, zeker. Want ik zie daar een open hart of een schaal. Ja, dit is een project voor particulieren, dus die we een aantal kasten hebben. Dus die ontwerpen we en daar maken we voor de klant een soort impressie van, dat ze weten wat ze krijgen. En als dat doorgaat, maken we voor de werktekeningen van voor de werkplaats, dat ze weten wat ze moeten bouwen. Dus eigenlijk doe je het vanaf gesprek met de klant, heel de begeleiding en de bestellingen en de ontwerp, tot aan dat het opgeleverd is. En dat. Ik zit ook meteen te kijken, wat voor software werk jij nu? Want dit is echt wel dat is echt wel een heel specifiek programma voor architecten, zeg maar. Ja, maar ik zie daar ook gelijk allemaal van die knopjes in het menu, dat ik denk van, daar word ik helemaal zenuwachtig van. Maar, je kan dus echt 3D, kijk als ik het zeg maar... Dat is gaaf. Die ken ik. Die heb ik net zitten scannen. Dit is in Palmen zitten, of is het elektro? Maar. Ja, dat dacht ik. Ik zie daar in ieder geval Pim van den Bergen en Sjaakje Graaf. Ja, precies. Oh, en dat is... Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dat is het leuke van Middelburg. Alles is verbonden goed. Iedereen kent elkaar, hè. Dus wij zijn de stad, hè. Nou, ja, zo goed. Ja, en dankjewel voor de toelichting. Ja, is goed. Graag gedaan. Ik ben bezig met Smit Interieurbouw en daar hebben jullie dus ooit ook zaken mee gedaan. Ja. Eigenlijk al het hout wat we zien in de desk van de oude. De bar, de lambrisering. Dat is van. En daar zijn jullie uitermate tevreden over, want het zit er zoveel jaar later nog in. Het zit er nu 10 jaar in, ruim 10 jaar, 15 jaar denk ik. Ja, dus dat is robuust hout, geen worm erin of zo. Nee, niks. Nou ja, blij. Hoe is het met die wedstrijd afgelopen? Nee, dat is donderdag. Dat is afstand van donderdag, je gaat gewoon winnen, hè? Echt wel. Dan kom ik weer bij jullie terug. Hey, dank jullie wel. Hoi. Ik ben allemaal aan het kijken naar de Smit Interieurbouw. Die hebben heel veel in de binnenstad gedaan, ook bij jullie, hè? Ja, zeker. We zijn erg tevreden, want ze hebben een... Een voorbeeldje gemaakt op de computer en dat matcht gelijk met onze ideeën. Maar we hebben het dan over al die lambriseringen, al de kasten, ook deze balie? Ja, ontwerp hebben ze gemaakt, materialen toegepast en alles vakkundig gemaakt, ja. En welk jaar was dat ook alweer dat jullie openden? Dat is in 2016. Hey, dankjewel hè. Alsjeblieft. Jutjo, jullie hebben ook bij de verbouwing zaken gedaan met Smit Interieurbouw, begrepen? Ja, zeker. Die hebben hele bar. Deze hele houten bar? Ja, hele houten bar. En ook dat houtwerk daarboven? Ja, daarboven. En willen we ook advies geven hoe je dat moet indelen. Het hele interieur? Het interieur eigenlijk, ja. Ah, dat is naar tevredenheid toch? Ja, zeker, want die hebben alles Hij hebben we niet in beeld. Ja, klopt. En ik zag toevallig, nu ik er toch sta, dat heeft er helemaal niks mee te maken, maar ik zag op Facebook voorbij komen dat jullie nu een eigen app hebben voor bestellingen. Ja, we hebben een eigen app, dus mensen kunnen voortaan nu via onze... Extra snelle service. We wilden eigenlijk af van afse thuisbezorgd. Ja, dat weet ik nog dat wel. We hebben het al eerder over gehad. Hè? We betalen heel veel commissie. Op thuisbezorgd. Dus iedereen downloaden in de App Store van Apple. Zeker. Of dat zou heel mooi zijn, ja. Maar dat is een heel ander wel. Dankjewel voor je toelichting.